Ja, afgelopen zondag was de 100ste editie van de Ronde van Vlaanderen. Ja, in België is dat gigantisch groot. Er is iets heiligs. Het wordt ook de hoogmis genoemd. Je zou het kunnen vergelijken met bij ons de Elfstedentocht. Nu nog ligt het ochtendgrijs op de velden in de straten. Die van strijders met een missie memorabele helden maken. Vandaag is het dan eindelijk zover. De dag waar ik echt wel maandenlang naartoe geleefd heb. De Ronde van Vlaanderen, de 100ste editie. De hoogmis noemen ze dat hier. Ik ben benieuwd waarom die ronde nou speciaal is voor die Vlamingen. En daarvoor gebruik ik het metafoor vrouw. Zolang dan de Vlaandriërs bestond, zag je neer naar ons verslond. Als je de Ronde van Vlaanderen zou moeten vergelijken met een vrouw, wat voor vrouw zou dat dan zijn? Claudia Schiffer. Waarom? Een mooi, blond. Claudia Schiffer is natuurlijk ook, die heeft een imperium opgebouwd. Ze is ook een intelligente vrouw. Tuurlijk, maar de Ronde van Vlaanderen is ook een intelligente koers. Hè? We zagen hier naar ons versloon. Welke vrouw zou jij noemen? Dat ik denk ik geen idee heb. Nee, eigenlijk geen idee. Geef stand voor vrouwen. Nee, denk ik dat niet. Jawel, maar... Met de vlaggen in de hand staan we langs de kant. En we juichen de kampioenen toe. Nooit zijn wij het juichen moe. We zijn allemaal kampioenen. En de echte kampioenen. Heel Vlaanderen die is ook buiten op dit moment. En die koers op allerlei soorten manieren te volgen. En merk je ook, we waren net op een plek en proberen nu weer op een andere plek te kijken. En dat willen heel veel mensen hier. We staan enorm in de file. Gelukkig is de radio. Fabio Cancellara erbij betrokken zijn. Ja, dan is dat toch weer even een rimpeling op dat water van de Ronde van Vlaanderen. Ik heb de hele dag op kop gereden met de zon in mijn lijf. Stel, de Ronde van Vlaanderen was een vrouw. Wat voor vrouw zou het dan zijn? Van dikke borst waarschijnlijk. Waarom? Omdat ze zo divers is ook. Ja, een diverse vrouw. Ja. Ik denk dat iedereen die mooie vrouw voor ogen heeft. En heel verstandig. Dat zeker. Mijn vlak land, wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon en elke vlak... Ja, een vrouw. Ja. Is het een pittig type? Is het een bescheiden? Ja, een pittig type, ja. Ja? Ja, dat zou een pittig type zijn. Is het een stadsvrouw of een plattelandsvrouw? Een plattelandsvrouw. Ja. En is ze intelligent? Ja, ja, ja. Heeft u een voorbeeld van zo'n vrouw? Mijn vrouw misschien, hè? Ja. Stel je voor, de Ronde van Vlaanderen was een vrouw. Wat voor vrouw zou het dan zijn? Een schone vrouw. Een schone vrouw. Hoe ziet ze eruit dan? Is ze... Zo. Zo. Mooi, intelligent, ja. En blond dus. En blond. Nou, dat was het. Bier drinken.